Als ik 's morgens in mijn ochtendjas naar buiten loop om bij mijn zuster een bakje koffie te drinken, dan neemt daar niemand aanstoot aan. Maar als ik dat op de Tussenmeer in Amsterdam doe, dan wordt de psychiatrische dienst gebeld en dan word ik door een psychiater afgevoerd. Wat is er vandaag aan de hand in Meel? We hebben de betonblok hebben we aan de kanten gesleept en we zijn hier gaan wonen. Wij hebben alle woonwagenbewoners in Nederland opgeroepen om ons te komen helpen. Wij hebben hier een woonwagenkamp gekraakt. Waarom hebben wij dit gedaan? Wij hebben dit gedaan omdat wij opkomen voor de rechten van de mens. Hey, wij kraken om onze cultuur te bewaken. Ja, eergisteren kregen we de brief dat we eigenlijk vandaag weg moesten. We moeten vandaag voor 5 uur weg zijn. En als dat niet gebeurt, dan gaan ze alle mogelijke middelen gebruiken om ons eraf te halen. Hoe vind je het om hier te wonen? Ik vind het wel leuk. Ja. Het is toch, ja, je ziet het zelf, het is een mooi plekje. Dus nu vandaag hebben jullie een actiedag eigenlijk gepland. Hoe gaat dat tot nu toe? Ja, goed. Er komen gelukkig veel mensen, woonwagenbewoners, om ons te steunen. Dus. Ze hebben mij een aantal dagen terug opgebeld en ik vind, de mensen hebben het recht om te staan. Ik vertegenwoordig de culturen. Ik ben zelf geboren en getogen in een wagen. Ik vind het altijd erg dat bepaalde mensen en vooral de hoogwaardigheidsbekleders macht hebben en de macht misbruiken. Ja, sinds 2 maanden is de wet van kracht. Dus, wat voor wet is dat? De woonwagenwet. Voor de mensen die dat niet weten, wat is dat, de woonwagenwet? Dat onze cultuur beschermd moet worden. Dus, en of je nou illegaal op een plek staat of legaal, dat is gewoon gehandhaafd, zeg maar. Dus de wet staat aan jullie kant? Ja, anders hadden we dit natuurlijk niet gedaan. En wat is mooi aan de woonwagencultuur? Dat zal ik u vertellen. Als ik 's morgens in mijn ochtendjas naar buiten loop om bij mijn zuster een bakje koffie te drinken, dan neemt daar niemand aanstoot aan. Maar als ik dat op de Tussenmeer in Amsterdam doe, dan wordt de psychiatrische dienst gebeld en dan word ik door een psychiater afgevoerd. En dat is het verschil. Als er iets aan de hand is, dan sta je met z'n allen lekker samen barbecuen, lekker samen het WK kijken. En dan heb je even geen behoefte aan elkaar. Dan ga je lekker je wagen in, je doet je deurtje op slot. We hebben ook geen bellen. Als de deur op slot zit, dat betekent gewoon of we zijn niet thuis of we hebben er geen zin in. En dat, ja, dat respecteren we van elkaar. En aanbellen hoeft bij ons niet. De schoenen moeten uit, uiteraard. En het is gewoon één, het is één, het is samen. Ik ben op het woonwagenkamp opgevoed en ja, het is gewoon ja, een kleine familie, het is gewoon een eigen kleine samenleving hier. Is het vermoeiend dat je vaak niet weet of je ergens lang mag blijven? Ja, dat is heel vermoeiend, dat, zelfs levensbepalend. Merk je ook dat steeds meer woonwagenjongeren naar een huis gaan hierdoor? Ze worden gedwongen. Ze worden gedwongen om huizen in te gaan, want als je geen plek hebt om te wonen, ja, je kan niet tot je 30ste of 35ste bij je ouders thuis wonen. Dat doen overigens ook een hoop, omdat ze gewoon geen huis in willen. Of je gaat door naar een camping of iets anders, dan is het toch een beetje het gevoel. Zou jij een huis in willen? Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb een flat gehad, ik heb een huis gehad. Ik woon momenteel op een camping, omdat ik een huis gewoon niet in wil. Ja, dan kom je altijd met het 's winters moet je eraf. Het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Wat ik wel erg vind, daar mag je eigenlijk niet over praten, maar ik moet het toch wel even zeggen, dat onbekende groeperingen naar Nederland gehaald worden, die krijgen drekhuizen. Geld, auto's. Waarvoor hebben die wel rechten? En ons volk wat hier loopt, geen rechten eigenlijk. De jeugd, die is het zat. Die willen staanplaatsen hebben. Het is niet mijn bedoeling om tegen de gemeentes aan te gaan schoppen. Dat zal ik erbij zeggen. Maar zo goed als de ruimte is voor de buitenlanders, zo goed moet Nederland dan ook maar ruimte maken om de cultuur van het woonwagenvolk te behouden. Jullie hebben gezegd, we gaan hier niet weg. Hoe zie jij dat? Ga je tot de laatste stoot hierdoor? Ja. Tot als wij gewonnen hebben, dan gaan wij door. Wij gaan niet weg en worden gearresteerd, dan komen we gewoon weer terug. En we blijven terugkomen.